Dus dan zet ik eigenlijk gewoon eerst ja, mijn bindraad op. Dan pak ik het uiteinde. En dan leg ik dat vast op mijn naak. Dus ik hou nog een beetje over van achter, omdat ik dat dan uiteindelijk nog een keer ga terug overplooien. Ah, Oh, dubbel maar omdat ik achter. er hem hier niet op trek. En een schrimpbak. Nee, het is eigenlijk het is een B100, allez, of een Hayabusa 387. Dus tot van achter leg ik dat vast, dan kom ik terug naar van voor. De bottenkant uit vast, niet een punt van uw. Nee, de achterkant. Kijk, dat dus je het ziet. Wacht, waar staat het daar nu? Oh ja, als u... Kijk, zo komt hij. Dus dat wordt eigenlijk het gat. Ja. Dus dan hak ik weer helemaal naar van voor. Dus het gat van de zoekere is nu aan de haak open. Ja, van achter. En dan plooi ik dat terug over, dat dat zeker niet loskomt. Ja, en nog een keer erover, ja. Ja. Dat is waar ga je nu nog een vlog dat je gebruikt? Goh, dat is nu 1500, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel. Als je 0,8 gebruikt, had dat ook gewoon. Ik heb het ook al geprobeerd met nylon of met fluocarbon, maar dat is te hard. Dat is te stijf. Ja. Dan haak ik met mijn bindraad tot van achter tot ongeveer in de haakbocht. En dan trek ik hem eigenlijk strak. Dus waar dat hij is ingeweven, trek ik hem eigenlijk tot naar van achter. En waar dat hij komt, doe ik zo een beetje die haartjes naar van voor. En dan leg ik dat vast. Dank daar nu een klein staartje van achter. Dan pak ik heel mijn boel en dan haak ik eigenlijk met mijn bindraad direct naar van voren. En dan zet ik terug achter mijn haak hoog. Ik zie de logica niet. Ja, ik zie het nog niet. Ik zie het nog niet. Kijk. Dan trek ik hier ook weer de haartjes weg. Dan leg ik hem hier van voor. Vast. Ik ga hier een beetje naar achter zetten. En dan leg ik het gewoon weer allemaal naar van achter. En zet ik weer achter mijn haakoog. Leg ik een paar slagjes. En bind ik hem af. En ik ben daar gewend van, allee, ik draag een vest. Dus ik heb nu mijn vloggen draad terug op mijn haak van voren gebonden. Niet te strak, want kijk, ik kan hier nu aan trekken. Dus ik trek dat dan op lengte van mijn zonker. Waar je een beetje over hebt, kunnen altijd een beetje afknippen. Dus ik ga het zo doen. Dan leg ik dat vast. En dan ook hier weer haak ik met mijn vloggen draad nog een keer naar van achter. Kunnen het wegtrekken en duwen in met die synthetisch. Ja, ook zitten mee. Ja, dat is juist. Gaan we ze dan heel in de wiel aan te touchen? Nee, ik kan er ook nog ruw van. Doe het patroon voor mij te vesten. Ja, zeker. Van achteren en min, ja. Ja. Zelfs eigenlijk. Waar ging die? Wat je nu kan doen is, je kunt ook nog een bodytje maken, een beetje chenille van blobs of van die kristal, voor hem een beetje volume van voor te geven. Maar ik ga hem binnen zonder. Wat ik dan doe is, ik ga hem nog een keer vastleggen.
Je legt wel een paar keer vast. Ja, dat wel. En nu kan ik hem gewoon afbinden. Misschien moet je er ook eens, dan moet je hier afbinden.